Het is National Coming Out Day. Een dag waarop er aandacht wordt besteed aan het uit de kast komen van je seksuele geaardheid of genderidentiteit. Na onder andere de Pride in Dordrecht en vele andere steden gingen wij de straat op met de vraag: is er eigenlijk nog zo'n dag nodig? Ja, absoluut. Ja, zeker. Het is nog helemaal niet vanzelfsprekend. Nee, ik denk dat dat wel nodig is. Ja. En waarom is het nog niet vanzelfsprekend? Ik denk dat voor sommige mensen nog best wel, zeker in sommige families, nog best een taboe is. Als je uit de kast wil komen, dat wordt niet altijd geaccepteerd. Dus ja, daarom. Ik denk wel dat het misschien helpt om... dat voelen ze niet zo alleen. Ik ken mensen niet persoonlijk, maar ik weet wel verhalen van mensen van oudere leeftijd die verteld hebben dat het best een opgave is om als je jong bent en nog niet precies weet of je gevoelens echt zijn of niet. Of je weet heel zeker dat het echt is, maar je durft het niet omdat je bang bent voor de kritiek van je ouders of van je vrienden of school. Dus het is wel belangrijk dat dat normaal gevonden gaat worden. Ja. Nou, we zijn de gemiddelde plaats in Nederland, denk ik. Hè? Dus ik denk, ja, ik denk dat het wel... Ja, er is een grote groep mensen die daar nog problemen mee heeft. Ja, ik ben bang van wel. En waarom denkt u dat? Omdat het voor toch nog een flinke groep mensen lastig is om ervoor uit te komen. En ik denk dat het heel goed is dat bijvoorbeeld voetballers of bekende mensen daar wat makkelijker mee omgaan. Dat helpt voor de twijfelaars, zal ik maar zeggen. Voor mensen die bang zijn om door hun opvoeding of door de kerk of door wie dan ook misschien afgewezen gaan worden. Zo'n dag als vandaag is goed. Maar eigenlijk zouden we er iedere dag gewoon over moeten kunnen praten. Ik weet het niet of je dat zo speciaal op deze dag zou moeten doen. Maar ik denk dat zo'n dag op zich wat meer aandacht geeft voor het verschijnsel coming out. Ja, goed. Er is iets meer aandacht voor weer. Er staat even in de belangstelling. Dus hoe vaker je eens hoort, hoe meer het gewoon gaat vinden natuurlijk. Dus ik denk dat dat er misschien een beetje is. Nee, ik denk dat dat iets is wat elke dag wel aandacht behoeft. Het hoeft ook allemaal niet zo nadrukkelijk. Het zou heel nonchalant overal in het onderwijs, overal heel makkelijk aan de orde moeten komen.